stille kracht van onze steden. Het is meer dan alleen decoratie. Stedelijk groen vervult een belangrijke functie in klimaatadaptatie, leefbaarheid en biodiversiteit. Juist nu het klimaat verandert. Maar hoe creëren we voldoende groene ruimte in de stad, zodat het die functies goed kan vervullen zonder daarvoor te veel water nodig te hebben? Dat is de vraag waar Arnhem, Utrecht, Rotterdam en Alphen aan de Rijn met Wageningen Research en de partners van TKI Project Ecosysteem Stad aan hebben gewerkt. Dit is het verhaal van Functioneel Groen. Wat doen planten dan precies? Planten vangen zonlicht op, waarvan een deel wordt gebruikt voor groei en een ander deel wordt gereflecteerd, wat opwarming van de stad voorkomt. Ook bieden met name bomen schaduw, wat helpt om de temperatuur te verlagen. Als het regent, werken het groen en de bodem als een spons, waardoor regenwater wordt opgenomen en de kans op wateroverlast op straten en in woningen vermindert. De verdamping van het opgenomen water door bomen en planten op een later moment helpt de stad weer te koelen. Daarnaast creëert groen in de stad ruimte voor biodiversiteit, vangt het fijnstof uit de lucht en zorgt het voor zuurstof. En stedelijk groen heeft een positieve werking op het welzijn van de inwoners. Al deze functies onderstrepen het belang van bomen en planten voor een klimaatadaptieve, gezonde en leefbare stad voor ons allemaal. Nu en in de toekomst. Het belang van stedelijk groen in de klimaatverandering is eigenlijk alleen maar steeds groter geworden. En die wordt ook alleen maar groter. De zomers worden droger, winters worden natter. Het gaat om verkoeling. Het gaat om hittestress in de steden. En groen helpt daarbij eigenlijk in positieve zin, maar daarvoor is wel in de zomer water nodig. Maar in de winter moet het ook afgevoerd worden. Dit project is belangrijk om te ervaren en te onderzoeken wat daadwerkelijk helpt. Welke oplossingen dragen nou het meeste bij? Dus voor een succesvolle vergroening van onze steden is doordacht waterbeheer essentieel. Het project is belangrijk omdat we steden willen vergroenen met alle positieve baten die daarmee samenhangen. Maar we moeten ook begrijpen dat als we steden gaan vergroenen, dat daar meer bij komt kijken. Dus ook bijvoorbeeld het water. We moeten leren dat als we watertekorten dreigen, we actief op zoek gaan naar andere bronnen van water in de stad die hergebruikt kunnen worden voor irrigatie. Er moeten heel veel bomen bij, er moet heel veel groen bij. Maar dat moet ook goed kunnen groeien. En daar is water voor nodig. En hoeveel water is daar dan voor nodig? Wat voor bomen kunnen we dan neerzetten? Of kunnen we met andere soorten groen de waterbehoefte reduceren? Of moeten we investeren in groeiplaatsen die zelf water bergen? Dat zijn de vragen waar we in project Ecosysteemstad in samenwerking een antwoord op zoeken.